in de meivakantie even lekker spelen op de boerderij. Dat kan deze week bij boerderij De Eikenhorst in Wiegen. Tot en met vrijdag zijn er dagelijks 10 spellen uitgezet met een knipoog naar boerenleven. Kinderen ontvangen een stempelkaart en krijgen een lekker ijsje als ze alle spelletjes af zijn gegaan. Gesjouw met kazen, spijkerpoepen, een koe melken en met eieren lopen. Op boerderij De Eikenhorst kunnen kinderen zich helemaal uitleven deze vakantie. Door de buitenspelletjes motiveert De Eikenhorst kinderen in beweging te komen. Voor de kinderen is het natuurlijk heel leuk. Het is vakantie zo. En het is, we hebben hier natuurlijk een boerenbedrijf zitten. Met het theehuis en een horecabedrijf. Dit is natuurlijk gewoon een mooie afwisseling ook. En het is een mooie aanvulling, denk ik, voor het bedrijf hier. De boerderijspelletjes voor kinderen worden dit jaar voor het eerst georganiseerd door de boerderij. Wel hebben ze al vaker de boerenspelen en zeskamp georganiseerd. We zijn hier op het zeskampveld. Als mensen daarvoor reserveren, dan kunnen we dat organiseren. Er zijn veel verschillende spellen waar de kinderen dagelijks aan kunnen deelnemen. Bij latlopen moeten de kinderen samenwerken om een parcours af te leggen met z'n tweeën. Nou, dat is voor heel veel nog wel een uitdaging. Een andere activiteit is spijkerpoepen. Dus dan krijg je een band om met een spijker en dan moet je ze in de flesjes poepen. De kinderen kunnen een koe melken. Ze hebben een emmer onder de koe en dan de uiers knijpen en dan zoveel mogelijk de koe leeg melken. Ook ander zuivel komt aan bod. De stapel kazen die klaar ligt op het terrein moet naar de overkant. Hierbij mogen kinderen zoveel mogelijk kazen op elkaar stapelen en hiermee een parcoursje afleggen. Een kip bewaakt haar eieren die je uit het nest moet zien te halen. Nou, met eieren kan je bijvoorbeeld boterkaas en eieren met verschillende kleuren eieren kunnen wedstrijdjes doen, samenwerken om zoveel mogelijk eieren naar de overkant te krijgen. Verder zijn er klassiekers zoals kersenpitspugen, hoefijzer gooien en zaklopen te beleven. Ja, heel veel verschillende spellen. Er waren duidelijke favorieten onder de boerderijspelletjes. Aan die broeken hangen wel, dat ik het beste was. Ik vond de koeienmelk heel leuk. Kersenpitspugen vind ik altijd wel grappig. Dus mensen altijd een beetje verbaasd kersenpitspugen, maar dat vind ik wel grappig. Ik vond het planklopen wel leuk. Ja, dat is gewoon teamwork. Gewoon wel leuk met gezellig ook. De rest van de week kunnen kinderen de boerderij nog bezoeken om deel te nemen aan de spelletjes. Boerderij De Eikenhorst hoopt op een grote opkomst. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als er nog meer kinderen hier gewoon komen en ook de spelletjes komen doen. Dat is natuurlijk voor hun leuk, voor ons ook leuk. Omdat zo, ja, als het zo georganiseerd wordt, dat het een beetje animo is.